dat er weer een betaalautomaat het niet doet, dat WhatsApp er een tijdje uit ligt, dat er een netwerk het niet doet, dat internetbankieren problemen geeft. Dat noem het maar op, iets waar altijd wel technologie in zit, maar waar we echt op leunen, wat infrastructuur is, wat we continu nodig hebben, dat het niet doet. En omdat het in allerlei verschillende sectoren zit en ook altijd maar even duurt, soms langer, hè, BlackBerry Networks had er een paar dagen uit. En dus heel gefragmenteerd, dus lijkt het op ruis. Maar de onderliggende trend is wel degelijk onontkoombaar. Namelijk dat de infrastructuur die wij nodig hebben om onze samenleving met z'n allen en individueel te laten draaien, die ligt er steeds vaker uit. Kijk, dat zijn wat ze noemen Black Swan events. Hè? Dus heel onvoorspelbare gebeurtenissen waar niemand over nagedacht heeft. En die ieder voor zich een hele grote onwaarschijnlijkheid hebben. Heel kleine kans dat ze gebeuren. Maar dat er zoiets gebeurt is reëel aanwezig. Dus ja, ik verwacht het wel. Ja, het is een reële kans dat dat gebeurt. Je kunt er eigenlijk wel van uitgaan dat er een of andere digitale ramp zal voorkomen. We zijn er al dichtbij geweest, hè. Je kon even een tijdje niet bellen, of tenminste helemaal geen internetverkeer in de Rotterdamse haven. Dan hoeft er maar één supertanker de verkeerde kant op te gaan. Gaslekken komen op de havenklap voor. Energieproductie, elektriciteitsproductie die op een gegeven moment helemaal uitvalt. Voordat daar excusele modooien bij vallen, want dan hebben we het over een ramp. Dat kan zomaar een keer gebeuren op het moment dat er in die opeenschakeling van gebeurtenissen iets van digitaal naar fysiek gaat, waardoor fatale ongevallen plaatsvinden. Ontwrichting van de economie, zeker, ja. Zijn er oorzaken aan te wijzen? Een paar voor de hand liggend, een paar wat minder voor de hand liggend. Voor de hand liggende oorzaken zijn, de wereld wordt steeds ingewikkelder. Dat is een dooddoener, maar we zijn met z'n allen met veel meer. Wat minder voor de hand liggende oorzaak is denk ik het feit dat we tegenwoordig alles in diensten hebben. En in diensten zijn verschillende partijen die samen wat maken. Dus of je nou een IT-dienst hebt of een bankaire dienst, zijn verschillende partijen, die moeten het allemaal samen maken. Dat betekent dat de bulk eigenlijk geautomatiseerd gaat en dus nul menselijke interferentie behoeft. Maar het grootste gedeelte, daar hebben we het niet over, zijn die kleine problemen van 1 of 2%. En die, als daar wat meer in gebeurt, dan gaat al gauw de zaak plat. Juist omdat je, als je van 1% fouten naar 2% fouten gaat, betekent dat er 2 keer het callcenter nodig is. 2 keer het aantal monteurs. 2 keer. En dat is 100% meer en dat trekken we vaak niet. Dus dat soort dynamische effecten, dus dat een klein tikje hier al gauw via een paar tikjes elders leidt tot een groot sneeuwbaleffect, dat hebben we met z'n allen heel erg onderschat. Dat is in de fabriekswereld, in de productie, in de fysieke goederenwereld een stuk minder groot dan in die dienstenwereld waar we nu leven. Kunnen we er iets aan doen? Ja, om te beginnen het in de gaten te hebben. Dat is al heel belangrijk. Heel veel van deze problemen ontstaan doordat men te weinig ziet. Het is eigenlijk als een soort van tsunami of aardbeving die heel lang zeg maar tektonische plaatdruk heeft. Maar dat zijn dan geen fysieke platen, maar ergens een proces wat op spanning staat. En in één keer komt dat los en knalt op je af. Net zo goed als we die aardbevingen kunnen monitoren, zo kunnen we dit soort zaken ook monitoren. Maar dat vraagt om echt een bewuste zoeken naar. En het andere wat we aan kunnen doen is veel meer op robuustheid, op kwaliteit, op zorgen dat dingen goed geregeld zijn sturen. Daar waar we eigenlijk al die diensten, en dan hebben we het over 70-80% van onze economie, vooral goedkoop moesten hebben en makkelijk en voor de grote hap en 98% is toch goed, wat zul je nou met die 2%? Dus in al onze utiliteiten, of nou de vroeger de PTT nou de KPN was, of het zijn de energiebedrijven, of het zijn de banken. In al die omgevingen hadden we vroeger wat ze dan noemen gold-plated solutions. Echt alles driedubbel dwars uitgevoerd en redundant. Nu moet het allemaal een stuk goedkoper. Dat betekent dat alle buffercapaciteit, alle mogelijkheden om te corrigeren er een beetje uitgesneden zijn. En als het dan misgaat, dan sta je meteen ook met je broek omlaag.